Welkom bij de tweede aflevering van Overheid onder de loep. In onze vorige aflevering onthulden we hoe de overheid volgens artikel 140 strafrecht als een misdaadorganisatie kan worden beschouwd. Met hun strafbare feiten en het oogmerk om zichzelf vrij te stellen van strafrechtelijke vervolging. Vandaag duiken we dieper in de verschillende rechtsgebieden en wat die precies inhouden. We leggen uit wat het verschil is tussen mens en persoon en hoe dit verschil is ontstaan. Daarnaast bespreken we enkele filosofische inzichten over recht en laten we zien waarom de juiste betekenis van woorden zo belangrijk is. En bespreken we hoe betitelingen en woorden als listige kunstgrepen worden gebruikt en als valse naam. Wat is publiek recht en privaat recht? Wat is het cruciale juridische onderscheid tussen mens en persoon? Entiteit, identiteit en legitimatie. Waarom zijn deze zo essentieel in ons dagelijks leven? Wat vertelt de voor- en achternaam over jou en over de ander? En hoe worden titels en anonimiteit hiervoor gebruikt? Taalverwarring. Hoe woorden ons kunnen misleiden en waarom het begrijpen van de juiste definities van die woorden zo belangrijk is. Mijn naam is Roberto en je kijkt naar Overheid onder de loep. Hallo allemaal en fijn dat je kijkt naar Overheid onder de loep. We gaan verschillende dingen bespreken vandaag, dus let heel goed op, want het wordt een zware materie. Maar we gaan het als eerste hebben over het beruchte tegeltje natuurlijk, want elke aflevering haal ik het tegeltje erbij. En vandaag is de tegel: een goed voorbeeldige burger maakt je nog geen goed voorbeeldig mens. Een goed voorbeeldig mens zal nooit een goed voorbeeldige burger zijn. Roberto Coppens. Nou, ik heb deze spreuk zelf bedacht en ik heb die eens gevraagd aan ChatGPT. Ik heb eens gevraagd wat hij van die spreuk vond. En ik wil dat eigenlijk eens even met jullie gaan delen. En ChatGPT zegt het als volgt. En ik kan me daar wel in vinden. De citaat van Roberto Coppens lijkt te wijzen op het verschil tussen maatschappelijke conformiteit en morele authenticiteit. Het eerste deel suggereert dat iemand die zich gedraagt als een goed voorbeeldige burger, die aan alle sociale normen en regels voldoet, niet per se een goed mens hoeft te zijn. Het tweede deel benadrukt dat een goed mens, iemand die handelt vanuit innerlijke overtuiging en waarde, niet altijd kan voldoen aan de verwachting van de samenleving. Roberto Coppens lijkt te stellen dat de maatschappelijke normen niet altijd stroken met wat moreel juist is. Een goed voorbeeldig mens zou zelfs kunnen moeten breken met sociale verwachtingen om trouw te blijven aan zijn of haar eigen principes. Het citaat zet daarmee aan tot nadenken wat werkelijk belangrijk is. Het volgen van de regels of het handelen naar eigen moreel kompas. Nou, dit vind ik een heel toepasselijke tekst voor het begin van deze aflevering. Omdat dit de essentie is tussen mens en persoon. En daar ga ik dadelijk dieper op in. Maar ik ga jullie eerst leren wat de rechtsgebieden zijn. Zodat je beter weet hoe het recht is ingedeeld. Nou, ik ga een plaatje met jullie delen. Op dit plaatje zie je publiek recht en privaat recht. Publiek recht regelt alle zaken tussen overheid en burgers. Of burgers en overheid. Hoe je het ook wil stellen. Het privaat recht regelt alle zaken tussen burgers onderling of private rechtspersonen. Dat zijn dus alle organisaties die niet gelinkt zijn aan overheidsinstanties, publieke overheidsinstanties. Maar die zijn privé. Daar is iemand eigenaar van. Publieke overheidsinstanties is van ons allemaal, want daar betalen wij belasting op. En private organisaties is van iemand waar wij verdiensten van kunnen nemen of contracten of abonnementen mee kunnen afsluiten. Zoals T-Mobile, Albert Heijn, Zeeman, noem maar op. Action. Dat zijn private organisaties. Nou, het publiek recht, daar valt onder strafrecht, staatsrecht, bestuursrecht en internationaal recht. Of verdragen, want verdragen wordt ook internationaal gevoerd. Dus soms zie je verdragen staan, soms zie je internationaal recht staan. Privaatrecht, daar vallen heel simpel gezegd, en het is niet moeilijker dan wat ik je nu vertel, de 10 burgerlijke wetboeken onder. Je hebt 10 burgerlijke wetboeken en die vallen allemaal onder privaatrecht, want het privaatrecht is het handelsrecht. En vanuit het privaatrecht voer jij handel. Of ga jij contracten of overeenkomsten aan, ga je de handel voeren. Privaatrecht is het burgerrecht. Daarom heet het ook burgerlijke wetboeken. Nou, je hebt, en dit is een leuke, ik doe even het plaatje weg. En dan ga ik kijken of jullie goed hebben opgenet. Want daar heb ik een leuk raadsel voor jullie. Je hebt 10 burgerlijk wetboeken, maar slechts burgerlijk wetboek 9 die ontbreekt. Hoe kan dat? Je hebt 2 burgerlijk wetboeken van 7. Burgerlijk wetboek 7 is overeenkomsten. En burgerlijk wetboek 7a
is bijzondere overeenkomsten. Nou, dan heb je 8 en daarna komt 10. Dus burgerlijk wetboek 9, die bestaat niet. Die is ook nooit ingevoerd. Die is wel ooit gemaakt, maar nooit ingevoerd. Nou, dat is een leuk weetje. Je ziet het hier weer terug. Nou, stel je hebt een conflict en je weet niet waar je het zoeken moet, omdat je denkt, ja Roberto, ik weet niet hoe de rechtsindeling in elkaar steekt. Dan heb je dit plaatje nu voor je, die je in je hoofd moet prenten. Leer het uit je hoofd, het is niet zo moeilijk. Stel je hebt een conflict in het familierecht, dan ga je naar boek 1, persoon en familie. Wil jij een verbindenis afsluiten, ontbinden of aangaan? Of ben jij, dan ga je naar boek 6, van burgerlijk boek 6. Heb jij een bestuurrechtelijke kwestie van de wet algemene bepaling in het bestuursrecht? Of moet je daarin handeling verrichten? Dan ga je naar het bestuursrecht toe. Wil je internationale verdragen of internationaal strafrecht, internationaal civiel recht bekijken? Dan ga je naar het publieke internationale recht. Dus dat zijn allemaal dingen. Dit is de basisindeling van het recht. En vanuit hier kun je alle vertakkingen verder vinden. Dus ik hoop dat ik jullie met dit tabel inzicht kan geven met hoe het recht is ingedeeld en dat je daar je voordeel mee kan uithalen. Alles wat ik nu heb uitgelegd is binnen de kaders van dit juridisch systeem. We gaan nu buiten de kaders van het systeem zitten, dus we gaan rechtsfilosoferen. En dan ga ik eerst benoemen wat dan het verschil is tussen mens en persoon. Dadelijk pakken we het tabel weer terug, want daar zit ook een publiekrechtelijke en een privaatrechtelijke grondslag aan gekoppeld. Heel veel mensen denken dat we personen zijn, omdat het ons op school wordt geleerd. De voor- en achternaam heeft daar ook iets mee te maken en het burgerschap heeft daar iets mee te maken. Maar het is cruciaal om te weten dat je geen persoon bent, maar een persoon hebt. Maar het is wel belangrijk om te weten hoe die persoon dan tot stand komt. En dat heeft allemaal te maken met de geboorteregistratie die je ouders onder dwang eigenlijk van het juridisch systeem hebben moeten doen binnen 3 dagen, omdat zij al lid zijn van diezelfde staat. Nou, ik ga jullie nou een beeld laten zien, dan kun je met me meekijken. En dan laat ik jullie zien een uitreksel van de basisregistratie personen. Dat was vroeger het GBA, gemeentelijke basisadministratie, dat is nu basisregistratie personen. Vroeger was het gemeentelijke basisadministratie, dus dat was gewoon de basisadministratie van iedere inwoner binnen die gemeente. En nu is het een basisregistratie personen. Het lijkt wel, sinds de privatisering van de ambtenarenwet, dat alles geprivatiseerd is, dus ook dit. Want nu gaat het over personen en personen is altijd privaatrechtelijk. Maar dat leg ik dadelijk verder uit. Nou, en dan hebben we hier de geboorte van een kopie van de geboorteakte. En wat je hier duidelijk ziet is, op de BRP staat 1 handtekening en op de kopie van de geboorteakte staan 2 handtekeningen. Dat betekent dat wanneer je ouders naar de gemeente zijn gegaan en jou hebben geregistreerd toen je net was geboren, er een overeenkomst wordt gemaakt tussen jouw ouder en gemeente waarin zij zijn overeengekomen dat jij bent geboren. 2 handtekeningen is altijd een overeenkomst, omdat er 2 instemmingen daar plaats hebben gevonden. 1 handtekening is niks meer dan een bon. Dus wat er dus gebeurt is, je ouders geven je aan bij de gemeentelijke basisadministratie of de BRP, net uit welk tijd je komt. Er wordt een overeenkomst gemaakt, die overeenkomst is gesloten. Oké, we zijn overeengekomen dat er een nieuw wezen, een nieuwe entiteit op aarde is gekomen. En dan krijg je een uitreksel van de BRP mee, waarbij ze eigenlijk zeggen, dank jullie wel, uw kind heeft nu een natuurlijk persoon. Of heeft nu een persoon waar hij gebruik van kan maken. Dat betekent niet dat je kind een natuurlijk persoon is. Hij kan gebruik maken van zijn persoon om zich binnen het rechtssysteem en binnen het juridisch systeem zich te manifesteren. Nou, 1 handtekening is dus niks meer dan een bon om kennis te geven. Dit heeft u bij ons gekocht, net als bij de Lidl. Dit heeft u bij ons aangegeven. Punt. 2 handtekeningen is een overeenkomst. Goed onthouden. Nou, en dan kom ik bij het volgende. Wat betekent persoon? Dan laat ik jullie dit plaatje zien die ik heb gegoogeld en dat is op Wikipedia. Wikipedia is niet de meest betrouwbare bron, maar het is wel leuk om dit ook te benoemen. Ons woord persoon is afgeleid van het Latijnse woord persona, dat masker betekent en betrekking heeft op de essentie van iemands persoonlijkheid, identiteit. Als een mens een masker draagt, blijft zijn identiteit verborgen en geeft het expressie van het masker een nieuwe identiteit. Wat hier fout in het plaatje staat is, als een mens een masker draagt, blijft zijn identiteit verborgen. Dat staat hier fout. Ook in het dagelijks leven wordt die fout heel veel gemaakt, want een mens is geen identiteit, een mens is een entiteit. En geeft de expressie van het masker een nieuwe identiteit. Dat betekent dat wanneer jij een maskering draagt, jij in een andere identiteit zit dan
de identiteit die je dan vooraf hebt gedragen of de entiteit die je werkelijk bent. Want tussen entiteit en identiteit zit ook een verschil. De mens is de entiteit. De entiteit van het in wezen zijn. De mens is een wezen en de entiteit van het in wezen zijn. Die is onomstotelijk, die is vlekkeloos. Je wordt biologisch geboren. Dat is de entiteit van de mens. Jij bent je eigen entiteit. Daar zit geen fictiviteit of iets anders bovenop. De identiteit is dus op het moment dat de gemeente jou die bon geeft van... Dankjewel voor het aangeven van uw kind. Uw kind heeft nu een persoon waar hij zich mee kan manifesteren als natuurlijk persoon in het juridisch veld. Dat is de identiteit. Dat is de persoon waarbij je, als je in persoon treedt, een natuurlijk persoon wordt. De identiteit zorgt voor idee, idee, entiteit. Als je dat loskoppelt, is het de idee, entiteit. Dus we hebben een entiteit voor zich. Ik weet niet wie die entiteit is. Dus agent vraagt naar jouw ID. Want hij wil een idee krijgen wie in de entiteit die hij voor zich heeft staan, hij voor zich heeft. Dus entiteit en identiteit is een groot verschil. Maar dan heb je ook nog legitimatie. En legitimatie is iets anders dan identificatie. Een agent zegt vaak, mag ik uw legitimatie zien of mag ik uw identificatie zien? En dat heeft alles te maken met het juridisch veld waarin wij zitten. In het publiek recht of privaat recht. Legitimatie is privaat recht, want jij speelt legitiem jouw rol als burger. En identificatie zit er tussenin. Want een identificatie kan zowel publiekrechtelijk, omdat ze een idee van de entiteit moeten hebben, die bijvoorbeeld een strafbaar feit heeft begaan op de voornaam. Daarom hoor je ook altijd bij strafbare feiten Max van der B, Joran van der S, Mohammed B, noem maar op. Het is altijd voornaam, initiaal, achternaam. En als het gaat om burgerschap is het altijd initiaal, achternaam. Want in het burgerschap doen ze zaken. Als jij brieven krijgt van de Belastingdienst is het altijd initiaal, achternaam. Want ze gaan in je vermogensrecht zitten. Als jij brieven krijgt om te gaan mogen stemmen is het altijd voornaam en achternaam volledig uitgeschreven. Omdat ze de mens, de entiteit willen benaderen. Dus de identificatie, maar ook de burgerschap, de legitimatie. Omdat op artikel 7 van Burgerlijk Wetboek 3, die zal ik nu laten zien, staat dat een afhankelijk recht een recht is dat aan een ander recht zodanig kan vasthangen dat het niet zonder dat ander recht kan bestaan. Dus een afhankelijk recht is een recht dat aan een ander recht zodanig vastzit dat het niet zonder dat ander recht kan bestaan. Ik zeg het nu even uit mijn hoofd, waarschijnlijk staat het hier in iets betere woorden. Burgerrecht is afhankelijk van de mensenrecht. Ik kom dadelijk terug op de mensenrecht, maar burgerrecht is afhankelijk van de mensenrecht. Achternaam is afhankelijk van de voornaam. Initiaal achternaam is afhankelijk van de voornaam, maar ook de voorletter die er vaak moet staan, daarvan is de achternaam afhankelijk van de voorletter. Het wordt heel ingewikkeld, maar dan zie je dat de namen een belangrijke rol speelt in de manier waarop ze jou aanschrijven of aanspreken. Op het moment dat je naar de dokter gaat en ze zeggen, is de heer in mijn geval R. Koppens aanwezig? En ik zeg ja, dan ben ik in mijn personage, in mijn legitimatie en persoon als R. Koppens. En ga ik zaken doen met die dokter. Want die dokter, ik lever verdiensten af van die dokter. En dan zit ik in het handelsrecht. Hetzelfde met Belastingdienst. Op het moment dat de rechter vraagt, is de heer Roberto Koppens aanwezig in mijn geval. Maar je kunt ook alle voornamen. Hè? Roberto, Johannes, Petrus, Wilhelmina, Mario, achternaam. Ik heb maar twee namen. Maar dan benoemt hij dus alle namen. Omdat we in een publiek veld zitten. De mens moet daarop aangesproken worden en de burger is daar afhankelijk van. Dus die wordt indirect automatisch daarin meegenomen, de persoon. Wat ik nu wil stellen, de mens is de entiteit, de persoon is de identiteit, het burger zijn is de legitimatie. Dan kom ik weer terug. Stel, de politie vraagt, mag ik uw legitimatie zien? Kun je, als ze zich daarvan bewust zijn, al weten, oké, dit is een privaatrechtelijke kwestie, want hij vraagt om mijn burgerschap. Hij vraagt of ik mijn rol als burger legitiem speel. Op het moment dat hij vraagt naar mijn identificatie, dan hangt het om het even. Wilt hij mijn identificatie om te weten wie die als burger voor zich heeft staan? Of wilt hij de identificatie om te weten wie hij als mens voor zich heeft staan? Heb ik een strafbaar feit gepleegd uit het publieke strafrecht? Of heb ik een boete gereden waarbij ze in het private vermogensrecht zitten en daar een sanctie op gaan leggen? Nou, als je dit onder de knie hebt, dan weet je eigenlijk al het verschil tussen mens en persoon. Je bent niet de persoon. Je hebt een persoon, waardoor ook het ontstaan van een natuurlijk persoon weer betrekking heeft. Want op het moment dat ik een Spider-Man pak aantrek, Spider-Man is de personage, dat is de persoon. En dat is niks, maar op het moment dat ik de Spider-Man pak aantrek, dan krijgt het een natuurlijke beweging. Dus dan is het entiteit in dat pak, in die maskering, die een natuurlijk persoon wordt, omdat die een natuurlijk menselijke beweging heeft. Dat betekent niet dat Spider-Man een mens is. Want op het moment dat ik een stomp in mijn maag krijg, kun je niet zeggen, oh, Spider-Man heeft pijn.
dan is het de mens in dat pak die pijn heeft. En dit moet je heel goed onthouden, want dat is de essentie van hoe heel dit systeem werkt. Wij leven werkelijk op een wereldtoneel. Nou, dan gaan we naar het volgende plaatje. Dan gaan we naar de encyclopedie. En dan gaan we eens kijken wat het woord persona betekent in de definitie. Persona, Nederlands toneelgezelschap. Nou, en dan zie je onder persona, masker, de persoon die men voorgeeft te zijn. Dus op het moment dat de rechter vraagt of je in persoon wilt treden, dan maskeer jij je mensenrechten voor je burgerrechten. En als burger geef jij jezelf voor. Waardoor zij in de hiërarchie van betitelingen, want jij bent betiteld als burger, en die burger is dan weer betiteld met of slachtoffer, of dader, of verdachte. Geef het maar een label. En in die hiërarchie van betitelingen heeft de rechter het hoogste woord over de burger. Maar de rechter kan nooit het hoogste woord hebben over de mens, omdat de mens de hoogste bevoegdheid en het hoogste gezag heeft. En daarom binnen dit systeem niet voorkomt. Dan komen we bij de artikelen. Persona is masker, dat weten we nu. En dan gaan we naar artikel 6 van het UVRM. Een ieder heeft waar hij zich ook bevindt het recht om als persoon erkend te worden voor de wet. Dus hier zie je al, dit is de universele verklaring van de rechten van de mens. En hierin zie je al dat een ieder die waar zich ook bevindt, dus een ieder mens waar die zich ook bevindt, heeft het recht om als persoon erkend te worden voor de wet. Dus je bent niet de persoon, je hebt een persoon en dat recht is aan jou om die persoon te gebruiken. Want de wet moet die erkennen. Dan heb je artikel 16 van het internationale verdrag burger en politieke rechten. Een ieder heeft waar hij zich ook bevindt het recht om als persoon erkend te worden voor de wet. Precies hetzelfde artikel. En dan heb je artikel 1 van burgerwetboek 1. En dan gaan we dus naar het privaterecht. Dus UVRM en IVBPR, dat is het publieke domein. Nu gaan we naar het private domein. En daar staat, allen die zich in Nederland bevinden zijn vrij en bevoegd tot genot van burgerlijke rechten. Dat betekent dat je een vrij mens bent en bevoegd bent om gebruik te mogen maken van jouw burgerschap. Maar die bevoegdheid is aan jou. Dus waarom laten we ons steeds in persoon of in het burgerschap trekken door al die overheidsinstanties, terwijl dat tegen jouw wil in is? Dat is eigenlijk tegen de internationale verklaring, tegen het internationale verdrag burger en politieke rechten en eigenlijk tegen artikel 1 van burgerwetboek 1. Lid 2 daarvan is er ook een belangrijke. Persoonlijke dienstbaarheden van welke aard, onder welke benaming dan ook, worden niet geduld. Politie, waakzaam en dienstbaar. De overheid wil altijd dienstbaar zijn aan jou. Maar die hoef jij niet te dulden, want er staat niet uitgezonderd politie, ministers, je buurman. Jij hoeft geen enkele dienstbaarheid te dulden in jouw rol als burger. Is belangrijk, onthoud dit. Want dit maakt een cruciaal onderscheid tussen het verschil van mens en persoon. En waarom moet je altijd in persoon verschijnen voor de rechtbank? Dat zijn hele belangrijke, cruciale dingen. Nou, persoon, synoniem van persoon, staat op het toneel verschijnen. Dat is synoniem. Een persoon verschijnt op het toneel. Die komt vanuit het donker naar het licht en dan verschijnt die. Een rechtbank speelt zijn rol als rechter in het theater, de rechtbank, en jij moet in persoon verschijnen. Dus het is een rollenspel die daar wordt uitgespeeld in een fictiviteit die wij als realistisch zijn gaan waarnemen. Vroeger was het nog erger, want toen droegen rechters zelfs pruiken. Dus ze waren letterlijk helemaal gepersonaliseerd in de rol en maskering van rechter. En de dader die werd geboeid en die werd in de rol van verdachte. En die dader zegt, ja, ik ben. Bent u de heer, hup. Ja, ik ben. Oké, nou, dan ik als rechter, dus dat is ook zoiets, als rechter, ik als persoon, ik persoonlijk vind. Dat zijn allemaal woorden die wij gebruiken in ons dagelijks leven, maar die totaal niet kloppen. Want op het moment dat je zegt ik als persoon, zeg je ik als de maskering of in de maskering van. Dus op het moment dat je zegt ik als persoon, zeg je dat je eigenlijk niet vanuit je mensheid spreekt, maar vanuit de maskering die je op dat moment op hebt. Wat je eigenlijk hoort te zeggen, ik als individu. Want als individu kan je wel spreken. Je kan in je eentje spreken of je kan vanuit een groep spreken. Dus dat is wel een als scenario. Maar ik als persoon kan alleen maar spreken als je een maskering draagt. Op het moment dat ik een Spider-Man pak aan heb en ik zeg ik als persoon, dus ik als Spider-Man vind dat jij niet met je spinnenweb kan schieten, is dat een mening die ik vanuit mijn rol zeg. Maar niet vanuit mijn mens zijn. Want ik als mens kan niet vanuit mijn rol als Spider-Man spreken. Ik kan wel vanuit mijn rol als Spider-Man spreken wanneer ik in dat pak zit. Maar op het moment dat Spider-Man jou een mes steekt, kun je niet zeggen, ja, Spider-Man heeft mij gestoken. Dan is het de mens in dat pak die jou gestoken heeft, want het is een strafbaar feit. Dus de mens moet daarop aangesproken worden. Dus daar wordt de cruciale fout ook gemaakt. En daar heb ik ook een video van. En die ga ik nou met jullie delen. We gaan naar
Thierry Baudet. Een hele oude ding. Maar kijk even mee. Luister heel goed, want mijn voorbeeld van ik als Spider-Man, die gaat hierop door. Dus kijk deze beelden even mee. En dan ben ik benieuwd of het jullie opvalt wat ik nu net heb gezegd. Nadat 90% geprikt was, een exponentiële stijging van de besmettingen. Let je op, Hugo. Meneer Baudet, ik wil vragen. Het is de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het is niet Hugo, het is de minister. En ik wil ook aan de minister vragen om aandachtig ook te luisteren naar een Kamerlid. Dus je ziet, het is de minister van Volksgezondheid. Het is niet Hugo, het is de minister. Nee, dat is fout, Vera Bergkamp. Het is de mens Hugo die in persoon als de jongen zijn functie uitvoert als minister, in de rol van minister. Maar op het moment dat de minister inbreuk maakt op de rechten van anderen, is niet de minister daarvoor aansprakelijk, maar degene die zijn taak als minister uitvoert. En dit is de listige kunstgreep die het systeem continu uithaalt. Ze verschuilen zich continu achter titels en rechtspersonen om maar niet zelf de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid te overdragen. Nou, daar heb ik er nog één. Let op. Hallo. Hallo. Mevrouw van Kessel? Nee. Is mevrouw van Kessel aan mee? B.J. van Kessel. En u bent? Ik ben deurwaarder. Ik ben deurwaarder. Ja. Maak u identiteitsbewijs zien? Tuurlijk, geen probleem. Kijk eens. Nee, een geldig idee. Zodat we u commercieel aansprakelijk kunnen stellen. Dik. Dit is mijn deurwaarderspasje. Nee, dat is geen geldig idee. Ik hoef mijn idee niet aan u te laten zien. Jawel, mevrouw. Je bent verplicht om je te identificeren. U bent mevrouw, ik heb mijn eigen geïdentificeerd door middel van een deurwaarderspasje. Nee, dat ben je niet. Dus? U bent mevrouw van Kessel? Nee, ben ik niet. Ik ben Magda. Nou, hier zie je dus duidelijk op het moment dat Magda vraagt wie bent u, zegt ze ik ben deurwaarder. En dat is het domste waar wij allemaal intrappen. Je bent niet dat wat je uitvoert. Je bent een mens net als ik en ieder ander en jij voert je taak als deurwaarder uit. En wat Magda hier heel goed doet is vragen naar de ID. Want ieder rechtspersoon krijg je een legitimatiepasje mee, omdat je vanuit die rechtspersoon, dat is eigenlijk je werknemerspas, waar jouw initiaal achternaam staat. Dus je krijgt vanuit je rechtspersoon een legitimatiepas mee en dan zeggen ze, hier mag je mee legitimeren, omdat je je rol als deurwaarder uitvoert. Maar wie zegt dat de naam op die legitimatiepas synchroon staat met de echte naam wie jij werkelijk bent? Want dat kan ook een maskerende naam zijn. Pseudonieme naam, bij wijze van spreken. Dus het beste is om dan je ID te laten zien, omdat Magda wil weten welke entiteit zich voor. Zij heeft geen idee wie die voor zich heeft staan. Alleen iemand die zich voordoet als deurwaarder. Als deurwaarder. Dus niet die deurwaarder is. Dus dat is belangrijk dat je dan vraagt, wie bent u? Ik ben deurwaarder. Nee, ik vraag niet wat je uitvoert. Ik vraag wie u bent. Want ik moet jou kunnen aansprakelijk stellen als je inbreuk maakt in mijn recht. Ik zeg niet dat ze dat doet. Ja of nee? Dat laat ik even in het midden. Maar als iemand dat doet, wie ga je aansprakelijk stellen? Op het moment dat iedereen zich verschuilt achter titels. Nou, dan heb ik de laatste. Nog eentje van Thierry Baudet. Voor precies de globalistische meneer, elites meneer, die achter ja, de schermen onze Baudet, levens willen plannen. Meneer Baudet, we hebben de afspraak gemaakt. Het gaat niet over de persoon. De minister is hier aanwezig als minister van Financiën. Het gaat er helemaal niet over waar zij gestudeerd heeft. Dus ik vind ook een soort complot over waar ze gestudeerd heeft, vind ik echt niet gepast. Het gaat niet over de persoon. Het gaat over de minister. Maar dat kan niet, want die minister is slechts een uitvoering van iets. Het is de persoon die ministerschap uitvoert. Dus het gaat zeker wel over de persoon. Maar hier verschuilen ze zich weer achter die maskering van betiteling. Minister is niks. Dat is alleen wat je uitvoert in de rol van. Ik denk dat dit wel heel duidelijk is. En wat je ook heel vaak hebt bij rechtszaken, op het moment dat je zegt tegen de rechter, wie bent u? En de rechter zegt, ik ben rechter. Dan spreekt hij op dat moment geen recht. Want hij is geen rechter. Hij is nogmaals een mens net als jij en ik. Dus op dat moment een rechter dient recht te spreken. Dus op dat moment spreekt hij bij het eerste alle begin al geen recht. Alleen daarop zou je eventueel al een wraking kunnen gooien. Omdat je dan kunt zeggen, u bent geen rechter, u bent een mens net als ik en u voert de taak uit als rechter. Maar dat doet u wel in persoon. Want het is de persoon, het is de mens in persoon die zijn taak uitvoert in de functie van. Nou, ik heb hier drie afbeeldingen voor jullie. Check even heel goed mee. Je ziet hier drie acteurs. De eerste, dat is Guy Williams. De tweede is Tobey Maguire en de derde is Daniel Craig. Nu is de vraag, welke superhelden, welke personages vertolken deze spelers? De eerste weten heel veel, denk ik niet. Nou, de tweede en derde waarschijnlijk wel. Zorro, Spider-Man, James Bond. Dus op het moment, nogmaals, dat Spider-Man mij een mes in de ribben steekt, wie is dan aansprakelijk? Tobey Maguire of Spider-Man?
Spider-Man kun je niet vastzetten, want Tobey Maguire doet zijn pak uit, die legt ze neer. En ze nemen dat pak niet mee naar de gevangenis om hem daar neer te zetten. Dus het is de persoon in dat pak die een strafbaar feit heeft begaan en die opgepakt dient te worden. En aansprakelijk is voor de inbreuken die in jouw rechten zijn gemaakt en de schade die is toegebracht. Maar op het moment dat ik Zorro nou een bloedneus sla, heb ik dan Zorro benaderd of heb ik dan Guy Williams benaderd? Dan kan ik zeggen, ja, ik heb Zorro geslagen. De Guy Williams, die ken ik helemaal niet. Maar dat deed ik in mijn functie als danser of als agent of als geef het maar een titel. Dus ik deed dat in mijn functie en dan mag het, want dan heb ik die bevoegdheid. Terwijl artikel 2 wetboek van strafrecht zegt, het Nederlandse wetboek van strafrecht geldt voor ieder hier in Nederland. In iedereen, er wordt geen uitzonderingen gemaakt op bepaalde bevoegdheden of betitelingen. Wat je wel in mijn vorige aflevering van Overheid onder de Loep zag, is dat ze zichzelf vrijstellen van strafrecht bestuursrechtelijk. Maar ik heb al gezegd dat dat eigenlijk niet kan, omdat je alleen vrij kunt stellen vanuit het strafrecht en strafrecht daar geen uitzondering in maakt. Want dat zou hetzelfde zijn dat ik mijzelf privaatrechtelijk vrijstel om strafbare feiten tegen jou te mogen plegen. Je kan niet vanuit een ander rechtsgebied, vanuit een ander juridisch aspect, je vrijstellen van strafrecht. Wat wel kan, en dat moet ik er wel bij zeggen, is dat je in overeenstemming met elkaar, onder twee mensen of zo, elkaar kunt vrijstellen van strafrecht. Dus stel, ik kies ervoor om naar een SM-room te gaan, om me op te laten sluiten, van mijn vrijheid te beroven en me op te laten hangen voor kettingen en dat ik geslagen mag worden met de zweep. Dan geef ik in feite degene die dat mag doen toestemming om dat bij mij aan te richten. Dat is een privaat rechtelijk akkoord, 1-op-1. Maar je kunt niet, ik kan dat niet namens de ander doen. Dus hier zie je hoe titels en namen in de war worden gegooid om maar niet de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid op zich te nemen. En dan zeg ik altijd, een huurmoordenaar is ook bevoegd gemaakt en heeft ook de opdracht gekregen om iemand te vermoorden. Maar daarmee is hij nog wel strafbaar op datgene wat hij doet. Het is niet zo van, ja, ik voerde mijn functie als huurmoordenaar uit. Dus dat deed ik in functie. Dus ik wil niet als persoon hiervoor aansprakelijk zijn. Nee, jij bent in persoon dat aan het uitvoeren. Dus je zult ook in persoon aansprakelijk zijn voor dat wat je uitvoert. Nou, als je dan brieven krijgt met hooggeachtend de officier van justitie, wat heel vaak bij het CVOM gebeurt, of met hooggeachtend de inspecteur, de ontvanger, de belastingdienst, dan zie je dat je te maken hebt met een realistisch wereldtoneel waarin wij zitten. Het is, we spelen allemaal onze eigen rollen, we hebben allemaal onze eigen taken en in die fictiviteit maken wij een realistisch wereld. Daarom is het belangrijk dat je heel goed weet wanneer je als mens spreekt of wanneer je in persoon spreekt. En heel belangrijk om te weten wanneer je vanuit je functies uitvoert of wanneer je zegt ik als persoon of ik als individu. Daarom zijn definities van woorden heel belangrijk. De koning zei dit ook en de koning zei als volgt dit, let op. Het vraagt een doelgerichte, democratische en zelfbewuste Europese Unie die een grotere rol pakt op het wereldtoneel. Op het wereldtoneel. Wereldtoneel. Op het wereldtoneel. Op het wereldtoneel. We leven letterlijk op het wereldtoneel, waarbij titels worden gezien als dat wat iemand is. Maar dat is niet. In gelijkheid van mensenrechten zijn wij allemaal mens. En wat iemand uitvoert en kan in wat hij geleerd heeft of in het werk wat ze uitvoeren, is iets anders dan wat ze zijn. Het is onderdeel van wat ze kunnen. Daarom zijn woorden heel belangrijk. Nou, ik heb nu verschillende dingen benoemd. Het verschil tussen mens en persoon, het verschil tussen entiteit, identiteit en legitimatie, wat de rollen van titels en namen zijn. Wat ik nog daarbij aanvullend wil zeggen is, jij bent jouw voornaam, Prins Willem-Alexander, Maxima, Beatrix, Wilhelmina worden allemaal bij voornaam genoemd, omdat het voornamelijke mensen zijn. Het zijn notabele mensen en notabel is Latijns voor voornamelijk. Maar wat is de achternaam van Willem-Alexander? Velen weten dat niet, heel veel zeggen van Oranje, maar van Oranje is op gratie God. De achternaam van Willem-Alexander is van Amsberg, maar die hoor je nergens, want hij is de enige soevereine familie die hier in Nederland kan leven, die geen belasting hoeft te betalen, die vrij is van bestuursrechtelijke regels, maar die zich wel moet houden aan het strafrecht. Daarom is het belangrijk dat je altijd zelf beslist hoe jij jezelf kenbaar maakt. Maak jezelf kenbaar met voornaam. Hallo, mijn naam is Roberto. Ik heb me nu kenbaar gemaakt als jullie. Of maak jezelf kenbaar met je familienaam, je achternaam. Bent u de heer R. Koppens? Ja, dat ben ik. Weet dan dat je gelijk die maskering op je hebt. Want een mens heeft mensenrechten en een burger heeft burgerrechten. Een mens is geen burger en een burger kan geen mensenrechten hebben. Op het moment dat jij jezelf in die achternaam laat zetten, dan ben je gemaskeerd. Dan heb je je mensenrechten gemaskeerd voor de burgerrechten. Op het moment dat jij jezelf in de voornaam behoudt, dan ben jij gewoon voornamelijk op dat moment. Ik zeg ook altijd, op het moment dat je zegt, ik ben de heer of mevrouw achternaam, dan ben je jezelf voor de gek aan het houden, want je kan niet je achternaam zijn. Je achternaam was er namelijk al voordat jij was geboren. Jij bent
jouw geboortenaam en dat is je voornaam. Je achternaam is je familienaam en je achternaam is ontstaan door middel van plaatsnamen en beroepen. Voordat Napoleon de achternamen verplicht invoerde, was het dat iemand een voornaam had en dat men niet kon aanduiden wie dan die Dirk was of die Kim of die Jan, omdat er meerdere Jans, Kim en Dirks waren. Dus wat je dan zei was, wie is die Dirk? Dirk? Welke Dirk? Waar heb je het over? Ja, die Dirk van Eindhoven, daar. Die daar in Eindhoven woont. En zo komt Dirk van Eindhoven tot stand. Maar ook Jan. Ja, welke Jan bedoel je? Ja, Jan de Smit. En Kim de Bakker. Die bakker daar op de hoek. Dat is het ontstaan van achternamen. Dus dan zie je ook dat achternamen altijd handelsgerelateerd zijn. Want wat willen ze altijd weten ter identificatie op het moment dat jij een naam zegt? Je geboortedatum, omdat dat je certificatiedatum is. Je plaatsnaam, waar jij woont of waar jij vandaan komt. En je achternaam. Je kunt dus verschillende woorden in publiek recht en privaat recht definiëren. En ik heb het net al gezegd. Een mens heeft mensenrechten. Waar staan de mensenrechten? De mensenrechten staan in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Dat is een internationaal recht. En daar heb ik net in het begin wel gezegd dat dat in het publieke recht zit. Ook het EVRM staat in het internationaal recht, omdat het een Europees verdrag is, wat in het internationaal recht valt. Dan heb je persoon. Oh jee, persoon. Wat is dan persoon? Persoon is privaatrechtelijk. Burger ook, dat is privaatrechtelijk. Waarom? Omdat je de 10 burgerlijke wetboeken hebben. Het is een burgerlijk wetboek. Binnen de burgerlijke wetboeken hebben ze het over personen. En nu wil ik tot slot alleen maar het onderscheid maken wat dan echt publiek recht is en wat is privaatrecht. Publiek recht is mensenrechten. Want mensenrechten staan in internationaal recht. Dus je kunt ervan uitgaan dat mensenrechten publiekrechtelijk is en burgerrechten privaatrechtelijk. Voornaam is publiekrechtelijk, want het maakt je voornamelijk. Achternaam of initiaal achternaam is privaatrechtelijk. Volledige naam uitgeschreven kan zowel publiek als privaatrechtelijk zijn. Dus dat is de identificatie. Entiteit is publiekrechtelijk. Legitimatie is privaatrechtelijk. Identiteit zit daartussenin. Want je kan vanuit je identiteit zowel publiekrechtelijk handelen als privaatrechtelijk. Afhankelijk van het rechtsgebied waarin de ander jou wil zetten of waarin jij jezelf toelaat. Of welk strafbaar feit je hebt begaan natuurlijk. Dan heb je ook te maken met privaatrechtelijke woorden of publiekrechtelijke woorden. Bijvoorbeeld mens en persoon. Mens is publiekrecht woord, persoon is privaatrechtelijk woord. Reiziger is publiekrechtelijk. Bestuurder is privaatrechtelijk. Want bestuurder doet zaken. Daarom dat je ook voor een boete altijd als bestuurder van dit voertuig bij een kantonrechter je boete moet aanvechten. En een kantonrechter is een civiele privaatrechtelijke rechter. Maar waarom niet bij een bestuursrechter? Want het is een bestuurlijke boete. Dus hier zie je alweer dat er verschillende listige kunstgrepen worden gebruikt omdat ze in jouw vermogensrecht zitten. Dan heb je samenleving is publiekrechtelijk. En maatschappij is privaatrechtelijk, omdat de maatschappij een maatschap inhoudt. Nou, de definities van al die woorden kun je zelf opzoeken. Dat maakt deze video voor nu te lang. Maar ik kan wel een keer een schema maken en benoemen wat de definities van al die woorden zijn. Maar daarom is het ook belangrijk om al die definities te gaan kennen. Dan heb je karakter is publiekrechtelijk en persoonlijkheid is privaatrechtelijk. Een karakter is een biologisch aspect van iemands voorkomen. En een persoonlijkheid is een ontwikkelende proces die privaatrechtelijk is ontwikkeld door middel van scholing, training en studies. Verblijf en wonen. Verblijf is publiekrechtelijk. Op het moment dat een agent zegt waar verblijf je, dan kun je gewoon zeggen ja, hier voor je. Want je verblijft alleen op dat moment waar je op dat moment bent. Wonen doe je op een geregistreerd adres. En die registratie vindt plaats bij de gemeente, wat eigenlijk weer een privaatrechtelijke handeling is, omdat je als individu in het burgerrecht je registratie doet voorkomen en daarop weer huur of hypotheek of whatever dan ook betaald. Nou, dit zijn een paar voorbeelden. En ik hoop dat jullie hier iets van geleerd hebben. Nou, dit was een lange aflevering, een diepe aflevering, heel inhoudelijk. En ik hoop dat ik jullie iets meer heb bij kunnen brengen over wat dan het privaatrecht en het publiekrecht is. Wat dat inhoudt, wat de definities van woorden zijn. Entiteit, identiteit en legitimatie. Wat ze doen met betitelingen, namen en eigenlijk hun titels gebruiken als valse naam. En hoe ze zich daarachter verschuilen. En eigenlijk komt erop neer wat betreft titels en namen dat het allemaal strafbaar is op artikel 326 strafrecht. Dit is allemaal bedrog en dat wordt allemaal onder 326 strafrecht. Ga je het hiermee winnen? Nee. Is het wel goed om hier kennis van te hebben? Ja, omdat je hiermee een verandering kunt maken in het systeem als veel meer mensen hiervan bewust gaan raken. Nou, mijn naam is Roberto en u heeft gekeken naar Overheid onder de Loep en ik dank je voor het kijken. Doei!
Hallo, vind je de inhoud die ik deel interessant en zou je zelf meer juridische kennis op willen doen? Dat kan. Op de website kun je de tegels die ik bij elke aflevering laat zien bestellen, zowel los als gebundeld. Als je ze gebundeld koopt, dan krijg je een kortingsprijs van 50 euro. Naast de tegels, waarin alle spreuken en artikelen instaan die je zelf kunt leren of een ander, kun je ook het juridisch tegelboekje kopen, waarin een x-aantal van die tegels instaan met uitleg en een kleine biografie instaat van mij, waarom ik aan dit ben begonnen en wat mij hierin drijft om dit door te zetten. Als je naar de website gaat www.robertokoppens.com en je gaat naar Tabblad Juridische Afdeling, vind je daar de webshop en meer informatie. Samen kunnen we een geïnformeerde samenleving creëren. Dus support het vrije geluid, steun mij in de dingen die ik doe door een gift te geven of een product te bestellen. En dan dank ik jullie voor jullie bijdrage. Blijf kijken, abonneer op dit kanaal en ik zie jullie snel weer. Doei!